Mevrouw Meijer namens de PVV. Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, het Verenigd Koninkrijk vertrekt uit de Europese Unie. En dat is een historisch besluit. En de Britten laten ons zien dat Europese integratie niet onomkeerbaar is. En ook wij hier in Nederland kunnen nee zeggen tegen het verschepen van miljarden naar Brussel. Tegen Green Deals, tegen open grenzen en tegen het uit handen geven van steeds meer zeggenschap. Ja. En de PVV wil daarom een debat met de minister-president over een Nederlands vertrek uit de Europese Unie, over een nexit. Ja, de heer Anne Mulder. Namens de VVD. Sorry. Mijn fractie heeft geen behoefte aan een debat over de nexit. We hebben dit jaar al 2 moties aangenomen over nexit, alleen gesteund door de PVV. Wel goed om te debatteren over Brexit en de gevolgen voor Nederland en het mandaat van de Barnier. En laten we dat doen in een algemeen overleg. Maar goed, dus u steunt het verzoek niet. De heer Verhoeven namens D66. Nee, ik steun het, voorzitter, ik steun het ook niet. We hebben het vaak genoeg gehad over nexit en brexit. En daar zullen we het ook nog vaak over hebben als het gaat om de brexit. Maar dan de afhandeling daarvan, okay. Dat kan gewoon volgend jaar. Mevrouw van den Uyl namens PvdA. Geen steun, voorzitter. De heer Van Ooyek, GroenLinks. Nee, voorzitter, ook niet. De heer Bisschop, SGP. Voorzitter, laten we reëel zijn. Er is nu een nieuwe situatie ontstaan. En dan lijkt het me zeer zinvol om daarover het gesprek te voeren. Dus steun voor het voorstel. Ja. Mevrouw Leijten, SP. Voorzitter, we spreken ook niet over de verkiezingsuitslag van Duitsland, Frankrijk of België. Daarom steun ik dit niet. We weten dat we bij een volgende top het hoe dan ook weer over het verloop van de Brexit gaan hebben. De heer Omtzigt, CDA. Voorzitter, geen steun voor het verzoek. In de commissie wil ik wel graag een iets langer algemeen overleg over de volgende Raad Algemene Zaken. Okay, omdat de Nederlandse regering moet bepalen wat de inzet voor de brexit-onderhandeling is. Dat is wel een relevante vraag. Ja, maar dat is binnen de commissie aan de orde. U heeft geen steun, mevrouw Meijer. Dank u wel.